Nu de Europese verkiezingen in ieder geval voor Nederland achter de rug zijn, was het vanochtend de hoogste tijd om de stemmen te tellen. En dat zijn er steeds meer. Ondanks dat dit een van de minst populaire verkiezingen is, zit er al een aantal edities een stijgende lijn in het opkomstpercentage. Als we kijken naar Nijmegen, ging in 2014 nog 39,9% van de stemgerechtigden naar de stembus. In 2019 was dat al 47,6% en gisteren is in Nijmegen maar liefst 52,4% komen opdagen. Omgerekend zijn dat ruim 76.000 stemmen die allemaal met de hand geteld moeten worden. Ik ben momenteel bij de Jan Massinkhal in Nijmegen en dit is het gemeentelijk stembureau van de gemeente Nijmegen. Hier zijn ze dus alle stemmen aan het tellen van de Europese verkiezingen van gisteren. We gaan eens kijken hoe de sfeer daarin zit. We zijn begonnen met de stembussen van de grootste stembureaus. En ik geloof dat nu de eerste vier of zo binnen zijn. En we zijn ruim 2 uur aan het tellen. En dat zijn dan wel de bureaus met de grote aantallen stemmen. Vinden op zich dat het heel soepel loopt tot nu toe. Ik doe het in ieder geval al heel lang. Ik heb al verschillende keren op stembureau gewerkt. En tellen is mijn derde keer, geloof ik. Dus je bent bezig eigenlijk voor de stad en voor je land. En in dit geval voor de Europese verkiezingen. Gisteren was de verkiezingsdag, maar vandaag ging het tellen gewoon weer door. Toch is de officiële uitslag pas eind dit weekend bekend. We werken dan per... Je krijgt een hele container wat hier neergezet. En er zit van een bepaald stembureau, van één stembureau, zitten alle partijen erin. En dan werk je per partij, ga je bekijken van hoeveel er op gestemd is. Eerst op lijst, trekkersniveau en daarna... ga je kijken van hoeveel stembiljetten per partij zijn. Ja, aan het eind van de dag, als we klaar zijn met tellen, dan weten we wat in Nijmegen de uitslag is. Maar de Europese parlementsverkiezingen die lopen de komende dagen in andere landen nog door. Dus tot en met zondagavond. Dus we mogen nu nog niet de uitslag bekendmaken. Zondagavond dan wordt dat vrij definitief. En komende maandag hebben wij een zitting waarop we officieel de Nijmeegse uitslag bekendmaken. De opkomst lag deze verkiezingen hoger dan de vorige Europese verkiezingen in 2019. Meer stemmen die dus geteld moeten worden, wat door heel veel vrijwilligers wordt gedaan. We hebben ongeveer 180 tellers, 30 telleiders, 5 controleurs. Dan hebben we een voorzitter. En boven in de Jan Massinkhal komen zo meteen nog de mensen die alles digitaal in de computer invoeren. Dus alles bij elkaar zijn we met meer dan wel 250 mensen of zo hier bezig.